Zwaar gevallen daar. Hey. Bezig, Cindy. Dat vind ik maar even niks. Goed bezig. Kom aan, Kasper. Wat dan?
10, denk ik. 12, hè? En komen ze dan straks van hier? Ja, daar. Nee, dat is nog uit. Hier uit Dessel. Ook lid van. Ook nog midden in de nacht, Ole. Onder hun 12 volgers. Maar je valt erbij gehaald aan zijn een bordje te zien. Dat is Arvid van Leeuwen. Onze elite categorie
We hebben een Rosé Leon, een ganse dag actief. Met de Flanders. Kids Series 2022. Dus morgen vroeg beginnen. Come on, Sydney. Pas op, want er komen er ons op 7. Ja, dat zijn En als we niet vergis zijn, zagen de kop al terug de verschijning hier achter. Kun je dan hier op? Ja, ook de nummer 2 die zien we daar uit het bos komen. En dat is nog steeds de keer Bomen. Afstand is ongeveer dezelfde gebleven zoals we zien. Dus dat kan zien dat het misschien voor de OV-gaar is. Om te gaan voor die overwinning. Weer komen. Als die hier passeren, de kopmannen, is er nog 2 ronden. Dus het is niet zo lang meer. Bij een mountainbike kan natuurlijk ook alles gebeuren. Het foutje is heel snel gemaakt natuurlijk. Laten we hopen dat er niemand de kop van de weg komt. Kijken, 700 en 24, nog steeds nog 200. Kijk dan hier op. De commentaire komt op de eerste plaats. 29, dat is een keer recht weer op de startrijn. Nog wat extra snelheid te genereren natuurlijk. Dan op de tweede plaats nog steeds Geert Boeren. En dit is natuurlijk nog een beetje nog niet veel hoor. Het is hier toch nog een beetje top op hun zaak. Hier op plaats van de 4-4, nog steeds met z'n tweeën bij elkaar. We zien daar op de 5e plaats en laat ons. En op de 5e plaats is Kevin Bouvet. Het zijn de mannen die straks gaan strijden voor de laatste podiumplaatsen. Dat is de Bertelsen.
726 passeert hier ook, Olivier Kostaar, ook nog 2 ronden voor hem. De dame van het gezelschap, Cindy van Kraaien is passeert hier, nog 2 ronden. Kent onderweg. En dan gaan we kijken waar Maas Olmers is gebleven. Het is op de vierde plaats momenteel met 725, maar die kan ook op. Maas Olmers heeft volgens mij alles gegeven. We zitten zo meteen wel. De vijfde plaats is nummer 721 en dat is Thomas. Dan hier op de zesde plaats met 734. En Dennis, zijn karakter een klein beetje kennende, moet hem dan nog wel lukken, denk ik. Om die man voor hem nog bij de Leuven te maken. En toch nog de plaatsen op te schuiven hier in het klassement voor vandaag. Lars Holmes. Kom aan, ja. Altijd jammer natuurlijk als voor een meestrijd. We zagen hier ook de nummer 722 voorbij komen. Inderdaad, winnaar van vandaag hier met 724, Tim van Hemel. Vlaanders Cross Country Series, Geert Bonner. Ook finish hier, man op de derde plaats, Kevin Bouvet. Zijt hier.
voor niks zelfs. En dan is hier man op de vierde plaats. 725 dames hier in dit gezelschap. Cindy van Kraaienest. Zij wordt straks ook verwacht op het podium. Dus een 100% die kan je hier afhalen bij de finish. Dus die bril die ligt hier bij de finish, bij de jury. Zo stopt dat. 723, 732 even kijken. Renners doorkomen, ook hier vlak bij de finish, 705, Kevin Vekemans. Einde wedstrijd voor Arvid van Wezenbeek. En ook einde wedstrijd hier voor Jolbeks. We hebben nog te beginnen op het hoogste schabotje kan staan. Eerste plaats bij onze dames hier vandaag, Cindy van Kraaienest. Maar je ziet me er hier staan. Maar weet je, zondag kom ik gewoon. Ja. Met de zon gaat dat niet goed. Goed gedaan. Dan het podium voor onze heren, niet vergunninghouders. Op de derde plaats zijn die Kevin Boumet. De tweede plaats, die was weggelegd vandaag voor Geert Bomen. En de winnaar voor vandaag hier, de goed als Franse wedstrijd van top gereden, Tim van Hemel. Dat staat ook. Ja, Felicia. Ja, Felicia. Dank u wel. Ik ga er heel blij mee. Ja, lachen voor de foto's natuurlijk. Nog een applausje voor deze drie podiums. Op het podium zou moeten we zeggen: Tim van Hemel, Kevin Boumet en Geert Bomen.